Nogmaals welkom, mijn naam is Remco Huisman. Ik ben dagvoorzitter in deze zaal vandaag. Het zullen een viertal lezingen zijn nu en misschien zie ik sommige van jullie straks nog terug of niet. Dat hangt natuurlijk van het programma af wat je voor kiest. Maar het leuk dat jullie hier in ieder geval zijn gekomen om te duiken in de wonderenwereld van een heel grootschalig forensisch onderzoek. Dat is niet iets wat je dagelijks meemaakt. En ik ben zelf ook heel benieuwd om te horen wat Huub Groen en Wim Verloop van Digital Investigation daarover te vertellen hebben. Dankjewel Remco. Welkom allemaal. Wij nemen jullie graag even mee in de wereld van de forensische onderzoeken. En zoals jullie in de aankondiging hebben kunnen lezen, gaan we het hebben over Shenandoah Forensics Challenge. Als mededeling vooraf wil ik graag even melden dat wij het fijn vinden als jullie interactief vragen stellen. Dus bewaar ze niet tot het eind, maar haak vooral in daar waar nodig. Als het te veel wordt, dan geef ik dat zelf aan. Als eerste even de agenda. Wat gaan we de komende drie kwartier doen? Dat is even een voorstelrondje. Daarna duiken we in de Shenandoah case. Kijken naar de uitdagingen die we tegenkwamen bij de Shenandoah case. Incident response incident. De eerste bevindingen tijdens de eerste emergency incident response. Welke beslissingen daarna zijn genomen, het veiligstellen van de servers, de onderzoeksvragen, de resultaten en we sluiten af met de lessons learned. Allereerst, wie is DI? Nou, DI zijn 8 professionals met ambitie op forensisch gebied. Wim Verloop is in 2006 Digital Investigation begonnen. Is een uppie, daar is al snel een technisch iemand bijgekomen, omdat dat niet helemaal in je eentje te handelen is. Het afgelopen jaar zijn we doorgegroeid naar 8 professionals. We zijn een bedrijf wat valt onder de wet WBPR. Dat houdt in particulier recherchebureau. Dan moet je voldoen aan de zogenaamde POB, aan de WBPR. En de WBPR schrijft dan een POB-vergunning voor. Dat houdt in dat je een vergunning nodig hebt van justitie. Dat zie je hieronder. POB 1162 zijn er. Binnen die WBPR moeten alle medewerkers die onderzoek verrichten in het private en publieke domein moeten voorzien zijn van een legitimatiebewijs. Dat is zo'n gele pas, die jullie wellicht kennen. Vraag er ook altijd naar op het moment dat iemand onderzoek komt doen, want er is een hoop bumhazerij. Voor de rest is het zo dat iedereen die onderzoek verricht en of technisch onderzoek verricht, dat zijn gecertificeerde medewerkers. Mensen die bij SANS certificeringen hebben behaald of bij IC Council, GIAC. Voor de rest kan ik iets vertellen over dat Wim gerechtelijk deskundige is. Ja, ik heb in 2008 een opleiding van ongeveer een 80 uur of zo gevolgd in Leiden. En daar kun je dan, als je die gevolgd hebt, jezelf voorbereid op gerechtelijk deskundige noemen. Het is een hele juridische opleiding waarin je alle verschillende onderdelen van het recht langs krijgt. Strafrecht, civielrecht, etc. En het is altijd wel een soort ticket dat je koopt om vervolgens toegelaten te kunnen worden tot het register van gerechtelijk deskundigen. Omdat men dan in ieder geval weet dat je een bepaalde basiskennis hebt over hoe het recht werkt. En daardoor krijg je uiteindelijk ook via de rechtbanken allerlei vragen om als een soort van onafhankelijke partij tussen de verdediging en het Openbaar Ministerie. In ons geval veelal technische aspecten van de zaak te beoordelen of vragen over die technische aspecten waar de politie soms wat
door tijdgebrek wat kort is in een procesverbaal na de vraag van de verdediging of van het OM zelf op te lossen. Contra-expertise? Nou, niet echt contra, het is vaak aanvullend. Oké, als we dan verder kijken naar zeg maar, professionaliteit binnen de organisatie. Wij zijn op dit moment bezig met een verklaring van geen bezwaar. Dat gaat in AVD screening A. Dat zijn iets langlopende trajecten en we hopen dat binnen een week of zes af te ronden. Nou, dan iets over de organisatie zelf en de propositie. Als je kijkt naar, zoals wij dat vertaald hebben, preventie, detectie en reactie. Dat zijn drie vakgebieden binnen het forensisch. Ja. Waar wij veelal zitten is het reactiestuk. Omdat je als forensische club eigenlijk altijd geroepen wordt op het moment dat het al te laat is. En op het moment dat wij klaar zijn, doen wij wel adviezen. Geven over wat er verbeterd kan worden, maar wij implementeren dat niet. Dus in die zin zitten wij niet in de preventie. In detectie doen we wel wat in, maar dat is dan eigenlijk meer op het vlak van monitoring en dat soort dingen. Maar niet echt ons ding ook. Wij zitten vooral in de reactiekant. En in die reactiekant hebben wij een... eigenlijk een brede inzet. Het is zeker breder dan alleen in Nederland. Er zitten veel ook in met name het zuiden van Europa. En via het SANS Instituut heb ik eigenlijk de meeste internationale kennis aan me weten te binden. En uiteindelijk ook aan ons hele bedrijf. Ik neem hem gewoon even over, ik vind het goed. Ja. die gedegen procedures, wat ik gedaan heb in het begin, ik was ook examinator bij het SANS Instituut voor mensen die in Nederland een SANS certificaat wilden hebben. Het NFI is er ongeveer ook met het idee gekomen om dat te doen. En zodoende had ik goede contacten daar en heb uiteindelijk eigenlijk de forensisch technische normen die zij hadden om digitaal bewijsmateriaal veilig te stellen en onderzoek te doen, die hebben we overgenomen. Wat ik daarin miste, en daarom vind ik dat onze procedures wat verder gaan dan die forensische technische normen, is eigenlijk hoe je het moet doen. Die FT-normen, zoals die heet, die beschrijven wat je moet doen. En dan kun je denken aan dingen als, je komt ergens binnen, je moet de computer veiligstellen. Dat betekent label dat ding, schrijf het serienummer op. Maak de kast open, maak een foto van het serienummer van de harddisk, etc. En vervolgens staat er, selecteer de software en de apparatuur om een kopie te maken. Nou, wij zijn daarin verder gegaan. We hebben op een gegeven moment voor elk apparaat, voor elk product dat wij gebruiken om data veilig te stellen, hebben we eigenlijk ook het hele hoe uitgeschreven. Op die manier denk ik dat je ook 5 jaar na data nog precies kan verantwoorden in een zitting van hoe je precies data veilig hebt gesteld. Verder hebben we spullen. We hebben een van het internet losgekoppeld forensisch lab. Dus er zit een server of 6 of 8 zitten daarop. Met eigenlijk de geëikte forensische software zoals Encase en Exostater FTK. En een heleboel andere dingen. En we hebben, en dat is eigenlijk ook in deze zaak die we straks gaan behandelen, gebruikt een apart incident response lab of een malware lab. Waarin we eigenlijk een aantal verschillende platformen, Windows-based, Linux-based, Mac, hebben draaien met een aantal systemen daaromheen die de boel in de gaten houden. We laten daar een virus of malware in los en kijken wat daarin gebeurt. Plaatje. Oh ja, nou hier. Nee, is dat goed. MW. Wat is het malware dan? Ja. Al die gebouwen zijn van ons? Nee hoor. We zitten daar ergens in een of ander gangetje met... dit is op Mediapark. Ik ben van oudsher omroepman. Ik heb 14 jaar, daar ken ik Bart ook van, 14 jaar bij de NOS gewerkt als soort van hoofdautomatisering, zeg maar. En dan heb je connecties op het park en dan kun je daar wat ruimte krijgen. Misschien nog even over die leuke oranje matjes. Dat is ook afkomstig van de FT-norm van het NFI. Daar staat ook in dat je een harde schijf, dan moet je niet zomaar in je handen pakken. Je moet je elektrisch ontladen en dat soort dingen meer. Dus dat hebben we helemaal overgenomen en doorgevoerd. Dat zijn de spullen, denk ik. Dat zijn de spullen. Goed. Nou, dan gaan we over naar de introductie van de case. Ja, het is altijd spannend en uitdagend om weer een leuke naam te verzinnen voor elk nieuw project wat er komt. En meestal is de vraag bij incident response zaken van,
uit welke hoek waait deze wind? Nou, als je dat omdraait, dan kom je uiteraard op Windhoek. En vervolgens hebben we een straat geprikt in Windhoek, in Namibië. En dat heet Shenandoah, dus vandaar de naam. En dat vertel ik nu wel zo, maar oorspronkelijk was er iets anders bedacht. Ze hebben het verkeerd gespeeld, het is een dorp in Australië, maar dat geeft helemaal niks. Goed, een zaterdagochtend ergens in de herfst van 2011. Ik had denk ik drie wijntjes op of zo, dus ik lag heerlijk te slapen. En om 2:30 zo ongeveer gaat dan die vervelende mobiele telefoon en is keihard rinkelen. En een of andere Engelstalige persoon aan de lijn met een heel verhaal. Dat kwam er in het kort op neer dat ze ineens erachter waren gekomen dat hun global footer, dat is kennelijk een footer onder hun websites die ze op alle sites hebben, dat daar een link in stond naar een Australische site waarvan ze dachten van nou, dat is vast niet een onderdeel van ons en dat klopt ook. Toen zijn eigenlijk alle alarmbellen afgegaan en zijn ze gaan onderzoeken. Ze kwamen daar niet uit en wilden toen zo snel mogelijk forensische onderzoekers on-site hebben. En ze waren inmiddels ongeveer al een week bezig toen ze bedachten, het is zaterdagnacht 1:30, we gaan nu die gasten eens even bellen. Dat is het moment. Een week ons niet bellen. En een week niet, nee, precies. Een beetje hetzelfde als, ik had ooit een schoonvader die huisarts was, die altijd die voeten op patiënten die op vrijdagmiddag 5:00 is bedachten dat ze nu echt zich maandag al hoofdpijn hadden. En daar nu een pilletje voor wilden, weet je dat idee? Nou, waar ging het dan ongeveer om? Want ik was wel klaar wakker toen het over de scope ging. Oh, trouwens ook degene die belde, toen die de naam van het bedrijf zei, dacht ik, oh, nu moet ik opletten. 3500 sites, die jongens die hebben voor elk akkefietje dat ze doen, bouwen ze een aparte website. En dat bouwen ze los met de hand, dat komt niet uit een of andere mooie tool, waardoor je heel makkelijk een site genereert, wordt allemaal opnieuw gebouwd. Gigantisch hoeveelheid ontwikkelaars, onder heel veel business druk. Het zou om meer dan 100 servers moeten gaan, daar word je ook heel wakker van. En vervolgens in Spanje, Duitsland en in Engeland. Om er nog een schepje bovenop te doen, kwam je met die laatste twee bullets aan. De business is een beetje gestrest, want het kost ons wat geld per dag. En ze hadden geteld, er stonden in verspreid over drie SQL Server databases, 6,1 e-mailadressen voorzien van wachtwoorden en telefoonnummers. Dus of ik het idee had wat ik zou gaan doen. Nou, morgenochtend ben je de eerste. Nee, wij hebben toen even kort gesproken over wat we het beste maandag moeten doen. Nee, maandag wel echt maandag. Leg maar een pilletje onder uw tong en het komt allemaal wel goed. We hebben afgesproken om de volgende ochtend om 10:00 even te bekijken van wat zouden we hier aan kunnen doen op wat voor termijn en daar zit van te wachten. Om 10:00 afgesproken, in Engeland 9:00 ging het werd vanuit Engeland gerund. En op dat moment hebben we eigenlijk met z'n allen zitten bedenken wat we zouden moeten doen. Ze wilden de servers veiliggesteld hebben, maar ze wilden eigenlijk zo snel mogelijk weten hoe groot hun probleem was. Nou, we hebben natuurlijk toen gezegd van nou, dan zullen we op ons site moeten komen, want anders gaat het niet lukken. We hebben een grove hoeveelheid uren afgegeven, zo van nou ja, drie locaties, ga uit van 2 keer 3 man met die incident response klus en werk je ongeveer 12 tot 15 uur per dag. Dus reken maar op een paar honderd uren en kijk maar of je dat geapproved krijgt in de organisatie. Nou, dat gingen ze doen. Dit eerste gesprek was met name corporate security. En vervolgens zat ik zaterdagochtend met een kop koffie een beetje druilig uit mijn ogen te kijken en had ik ineens een probleem. Er moesten mensen allerlei kanten op. Een uitdaging. Vooral schijven was toen een issue, want we hadden becijferd dat het om zeer veel data zou gaan. En ook al zou je met terabyte schijven aan de slag gaan, dan had je ongeveer toch nog dit aantal schijven nodig. Waar haal je die vandaan? Zelf hadden we redelijk de boel op orde in het magazijn, zeg maar zoveel schijven, dat was een probleem. Spullen, dat konden we nog net redden met alles wat we hadden. Dus we hadden ook echt alles nodig, verdeeld over een aantal teams. Ja, tickets en hotel, dat is gelukkig een kwestie van betere internetten. Dat was redelijk snel geregeld. Next. Afgesproken s'avonds om 6:00 weer te bellen, Engelse tijd. Business zat ook aan tafel, uiteindelijk bleek ik een gesprek te hebben ongeveer met een man of 20.
waarbij iedereen zijn zegje wilde doen, ICT, security, marketing, communicatie, de business zelf. Waarin we dat, met name het financiële stuk, helemaal moesten doorakkeren wat we zouden doen en hoe we dat zouden doen. En we kregen om 7:45 kregen we toestemming om los te gaan. Nou, inmiddels waren de mensen ook wel opgeleid en hadden we zo becijferd dat we ongeveer zondagmiddag om 16:30 daar konden zijn. Dat was ongeveer een dag te laat, vonden ze. Maar goed, als je s'avonds om 19:00 spreekt, dan kan ik dat niet herinneren van. Dus we hebben dat zo gedaan. Ja. Maar vervolgens kwamen er een paar uitdagingen om de hoek kijken. Zowel op organisatie, processen, mens, techniek en de techniek zelf. En het onderzoek. Nou, de organisatie, daar heeft Wim zich helemaal ingedoken. Ja. Tussen al die partijen gezeten. Het probleem was eigenlijk dat de business vond dat het hun probleem was. En dat zij dus eigenlijk ook al de boel in gang moesten zetten. Zij hadden al een bedrijf uit de Big Four benaderd om te starten. En die had al bijna toestemming gekregen om aan de slag te gaan. ICT is daarvoor gaan liggen. En samen met Corporate Security is het toch gelukt om die opdracht vanuit ICT te runnen en niet vanuit de business. Maar ICT stond vreselijk onder druk en waren ook gedwongen om beslissingen te nemen, zullen we het straks nog even kort over hebben, die ze eigenlijk niet wilden nemen. Verder had je daar ook nog te maken met het managen van gewoon IT-beheer en Corporate Security. Dat was allemaal gescheiden en eigenlijk wilde IT Security niet op hun systemen hebben. Daar hebben we ook veel moeten lobbyen en ze hebben we ertussen gezeten om echt die partijen bij elkaar te brengen. Dat bracht ook de positie van de corporate ICT-manager behoorlijk, zette dat behoorlijk onder druk. Waarom? Hij is een pentester geweest die 2 jaar geleden een prachtig rapport heeft geschreven over wat er daar allemaal mis was. Vervolgens zeiden jou moeten we hebben, ze hebben hem toen in dienst genomen. En 2 jaar later lag dus de hele site plat. Dus die meneer die stond vreselijk onder druk. En ja, je was eigenlijk, en we hebben het de Forensic Challenge genoemd. Aan deze dingen zie je terug dat je in zo'n onderzoek eigenlijk al 1 man kwijt bent om het hele proces om zo'n onderzoek heen in zo'n grote multinational, om dat te regelen. En die hebben echt een maling aan wat ICT vindt en wat allemaal vanuit ons technisch perspectief, maar ook vanuit ons onderzoeksperspectief redelijk is. En het minimale is wat je moet doen. Die walsen daar gewoon dwars overheen. Nou, wij beslissen gewoon dat we het nu anders gaan doen. Verder had ICT geen geld en kregen dat ook niet. Dus dit was ook ik heb er redelijk wat moeten praten om in zo'n belangrijk onderzoek met zoveel schade toch de uren te kunnen maken die wij wilden maken. Moesten maken wat het betreft. Ja, nog aanvullingen? Goed. Nee. Processen. Het mogelijk zo is dat 6,1 miljoen klantgegevens op straat komen te liggen, dan wil de communication department precies weten hoe dat zit. Dus we werden plat gebeld door die mensen om daar duidelijkheid over te geven. En er was nog een ander akkefietje, en dat zit bij de tweede bullet eigenlijk. Wat ik net liet zien is dat we om 16:30 on-site waren. En de business en IT hadden met z'n tweeën besloten dat om 18:00 die avond de belangrijkste productieservice weer live gingen. Kort gezegd, we hadden ongeveer 1,5 uur om het probleem op te lossen. Nou, we hebben toen ook maar gezegd dat is gewoon niet te doen. 3500 sites. Ja, 3500 sites plat, 100 plus servers, dat gaat niet. Maar daar krijg je dus mee te maken. Als de macht zo hoog is van de business, zo groot is van de business, dan kun je als onderzoeker nog roepen van ja, maar het is niet forensisch dit en je gaat live met weet ik het hoeveel backdoors. Maling aan. Die walsen dwars over je heen. Dat is wel heel interessant om dat een keer mee te maken. Want normaal heeft de onderzoeker nog wel een soort status. Zo van, nou, dat zou ik niet doen in het belang van bewijsmateriaal. Zo, nou, die mensen zitten er ergens, ik weet niet waar, en die beslissen nou van joh, zoek het uit. Wij gaan door. Doekoes. Vanuit het onderzoek hadden wij ook nog een aantal dingen te regelen, onder andere met ICT ook. Die waren al een hele week bezig en die vonden hier weer een bestandje en die vonden daar weer een bestandje. We moesten ook echt een soort communicatiemechanisme in het leven roepen, dat zij lijstjes bijhielden van wat zij verdacht vonden. Dat ze aan ons gaven, zodat wij dan weer konden onderzoeken wat dat was. Want anders was je de hele dag gewoon alleen maar bezig met alle
ideeën die ICT had over wat er onderzocht moest worden. Nou goed, de mensen, de manager, die, daar hebben we ook de brede schouder aangeboden om op uit te houden. Medewerkers die waren helemaal kapot na een week, weet ik het, of een uur draaien. De manager die riep elke dag dat we hem zagen van, nou ja, ik had het rapport niet moeten schrijven, hier niet moeten gaan werken, want nu sta ik op straat. Maar het ligt aan de business. En iets waar we ook een brug tussen hebben geslagen is een normale werkverhouding creëren tussen de mensen die het probleem moesten oplossen en mensen die het idee hadden dat ze het probleem hadden. Want ICT dat deugde niet en ICT had dit niet voor elkaar en dat niet voor elkaar. We hebben nog zo vaak gezegd dat. Daarin was je eigenlijk gewoon bijna een soort van personeelsman aan het worden. En met mensen kopjes koffie drinken en bruggen slaan tussen afdelingen en bruggen slaan tussen mensen. Goed. Technisch hadden we ook een uitdaging. We hadden bij elkaar 133 terabyte veilig te stellen. Er waren nog wat leuke dingen met hun providers. Ze hadden een hele degelijke provider die een goede SLA met ze afgesloten had. Daar stond namelijk in, jullie mogen niks aan je machines doen behalve software erop installeren. Je mag er niet bij. En vanuit de business mocht er niks offline, of mocht er niks down, maar wel offline. Nou, dat zijn wat leuke parameters. Voor de rest had de business wat vragen bedacht samen met security. En met name die laatste, die was wel interessant. Dus je gaat en om 6 uur op zondag live, want je wil maandag je business bedraaien, maar je wil maandag ook precies weten wat er gebeurd is. Nou, dat waren zo ongeveer de uitdagingen waar wij voor kwamen te staan. Wat daarnaast heel erg leuk was, is dat er eigenlijk geen gegevens beschikbaar waren. Dat zullen we straks ook in de aanbevelingen terugzien. Ze hadden geen logging. Nou, wat doe je dan? Ze hadden alleen maar één IDS-log. En daar moest je dan maar op baseren, maar we willen het wel morgenavond weten. Wat vervolgens bleek is dat na het ontcijferen van die IDS-logs hadden we heel veel tekstdata. Maar met heel veel grep, ABK en Z hebben we daar alle lijsten uit kunnen halen die we straks al langs zullen zien komen. We hebben daar vanuit ongestructureerde data gewoon net zo lang lopen prutsen eigenlijk tot we alles hadden wat we nodig hadden. En ik weet niet of jullie ervaring hebben met greppen en met ABK en dat soort dingen, maar dat kan een hele intensieve klus zijn op het moment dat het gewoon maar een stukje string is waaruit je je data moet halen. Die IDS-log die ze hadden, die logde datum, tijd, IP-adres, poort. En dan vervolgens een soort van vrije string waarin de commando's stonden. En die commando's die waren zeer gevarieerd. Daar stond van alles en nog wat in, van een normaal DOS-commando tot en met een OSQL SQL Server commando. En je bent dus gewoon bijna een dag of twee bezig eigenlijk als je het goed wil doen om een beetje beeld te krijgen. Nou, wij moesten dat sneller doen. We hebben de volgende overzichten toen gemaakt. Als eerste de lijst van IP-adressen voor de aanvallers. Dat is natuurlijk misschien niet op dat moment heel belangrijk. Maar je kunt dan in ieder geval die IP-adressen blokkeren. Wat ze niet wisten is welke servers zijn er geraakt. Dus ze hebben met de hand als het ware zelf al hun 100 plus servers lopen doorzoeken om van de ene naar de andere te RDP'en. Maar zeker wisten, weten deze het niet. Puur op basis van de IDS-logs hebben wij kunnen zien dat het dan om 88 geraakte servers ging. En op die servers hadden we een aantal verschillende tools aangetroffen. We hebben een NC.exe, een netcat tool. Dat wordt heel veel gebruikt voor backdoors, NC-E, command.exe en zo. Die hadden ze erop gezet door een aantal hexadecimale data te echoen in NC.scr. En dan vervolgens met debug kun je daar een executable van maken. Op het moment dat wij daarmee bezig waren, leek het erop dat dit een trucje was met een tooltje vanuit de SQL Ninja. Helemaal zeker weten, doen we dat uiteindelijk niet. Dus netcat stond erop, dus ze hadden een backdoor. Vervolgens kwamen we een aantal samenhangende executables tegen die allemaal uiteindelijk dezelfde hashwaarde hadden. Dat was een wh2.exe. En daarna zijn we op een naar onderzoek, wat we straks ook wat meer in diepgang zullen bekijken, zo op die DLL die erbij zat gekomen. Leek in eerste instantie op een keylogger.
Vervolgens eigenlijk de alarmbel. Dat is een hele gewone DLL die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld als je website.com/login en je wil niet laten zien of het PHP of ASPX of ASP of wat dan ook is, dan kun je zo'n URL rewriter gebruiken om de ingetikte URL door te lussen naar de juiste URL, bijvoorbeeld login.asbx. Die hebben ze erop weten te zetten en kennelijk is dat gebruikt om een JavaScript te injecten in de global footer. Maar wat ook bleek, is dat dat ding vanaf versie 2.1, en raad is, ja hoor, die was daar geïnstalleerd, geconfigureerd kon worden als reverse proxy, waardoor je makkelijk weer van binnen naar buiten kwam. Wat heel veel terugkwam in de IDS-teksten, was deze specifieke tabel. Red move, denk ik dat het is, SQL. En dat is een kenmerk van een leuke SQL injection tool. Next. Dus met een beetje greppen en AWK kom je een end. Verder bleken er heel veel XP Command Shell commando's te zijn ingevoerd door de hackers. XP Command Shell is de shell die je vanuit SQL Server opstart om op OS niveau een aantal dingen te kunnen uitvoeren. We hebben ze programma's zien uitvoeren middels PSExec op andere servers. We hebben ze tientallen shares zien mounten, maar ook op andere machines OSQL commando's uitvoeren. OSQL commando's zijn commando's die je, command line commando's die je normaal intikt binnen een SQL Server omgeving. Queries, enumeration, etc. En met die OSQL commando's liepen ze eigenlijk rustig gewoon per machine af. Oké, welke databases staan erop? Ze bekeken van die databases welke tabellen staan erop. En ze zochten of daar velden zoals een e-mailadres of een password in stonden. En met die OSQL-commandos, als ze dan iets gevonden hadden, lieten ze duidelijk allerlei queries, select, star, from en dan groter dan a.text of zoiets dergelijks. Wat we verder zagen is dat er drie verschillende aanvallen zijn geweest op drie verschillende tijdstippen. En de laatste twee die leken gerelateerd, maar daar kon op dat moment nog niet iets over zeggen. Wat voorts mij wel een idee leek, gebaseerd op dat SQL injection ding, is om eens te kijken van, als ik nou de source code heb, hoeveel gewone onbeschermde inserts staan er dan eigenlijk in één website. Dus we hebben een beetje representatieve site genomen, niet te klein, niet te groot. En alleen al een grep op het woord keyword insert, zou ik maar zeggen, levert in één site al 734 hits op. Kortom, dat bedrijf was zo lek als een mandje als het gaat om SQL injection. En de kans op werkende backdoor, gegeven dat Netcat verhaal, dat was natuurlijk levensgroot. Ja, maar ondertussen was de zaak. Je mag iets zeggen. Ik praat te langzaam. Misschien. Ja, dat kan. Inmiddels stond de boel dus alweer live terwijl wij nog druk aan het onderzoeken waren, want het was inmiddels 2:50 s'nachts geworden. Waarin we deze rapportage hebben gegeven. We hebben toen gezegd: het enige wat je kunt doen is kijk maar of je iets geks naar buiten ziet gaan. Wij mochten ook geen tap plaatsen, we mochten verder helemaal niks. Dat zouden ze dan zelf in de gaten. Maar ja, als het een beetje slim gedaan is, hoe ga je nou dat een beetje monitoren? Port 80 staat open, 443 staat open, noem het allemaal maar op. Dus in principe hadden zij volgens mij ook geen idee hoe ze dat in de gaten moesten houden. Maar ja, de business had gezegd, we gaan, dus ze gingen. Dat was volgens mij s'avonds om 11 uur. Grote paniek. Telefoon rood gloeiend, we moesten overal mee stoppen, want op pace.com waren al hun, of in ieder geval 700 zoveel, e-mailadressen gepost. Ja, en in zo'n groot onderzoek heb je het dan ook weer niet voor zeggen. Kortom, wij werden achter onze computers weggetrokken en wij moesten nu gaan checken of die e-mailadressen en wachtwoorden, of die inderdaad uit hun database komen. En uiteindelijk hebben we 6,1 miljoen, wat hebben we gedaan? De e-mailadressen en wachtwoorden, die hebben we geëxport naar een tekstfile en die hebben gewoon gegrept met dat wat op pacepin.com stond. En er was één hit
Maar dat was een soort van, zeg maar, pietjansen@cello.nl. Dus dan hebben we ook gedacht van, nou, dat zal wel loslopen als 6,1 miljoen maar één hit is. Toen heeft Global Communication gezegd van, hier gaan we niks mee doen. Tot de dag van vandaag overigens is er verder geen data naar buiten gekomen. Dus of het is niet interessant, of het moet nog komen. Wat ze gedaan hadden zijn van die servers die live moesten, heeft ICT gezegd van, nou ja, we halen die schijven er niet uit, we overschrijven het. Sommigen hebben ze wel nieuwe schijven ingezet met een image erop. En wat er op dat moment van die 88 waren er nu nog 75 en live en geïnfecteerd. Dus dat was wel interessant. Goed. Toen besloot security om 2:30 s'nachts. Dan gaan we alles veiligstellen. We willen alles weten over al die machines. En ik zou zeggen, veel plezier. Ja. Veel plezier, dank je. Ja, toen was het dus echt plezier. Ja, toen moesten we die 133 terabyte veiligstellen. En in het forensisch vak is het zo dat je het niet één keer veiligstelt, maar je stelt het altijd twee keer veilig. Voor het geval je eerste kopie niet slaagt. Nou, dat hebben we vervolgens gedaan voor alle harde schijven en voor het memory. Maar dan hadden we een uitdaging. Want op dat moment hadden we te maken met een beperkte aankoop. Met name in de UK kon je per persoon maar drie schijven krijgen. Dus we moesten volledig op onze eigen voorraad gebaseerd te werk gaan. Nou, uiteindelijk hebben we in de UK hier en daar in de winkel nog wel wat te pakken gekregen. Waarmee we uiteindelijk de 264 schijven wel beschikbaar hadden. Het veiligstelproces, dat was op zich ook een behoorlijke uitdaging. Nou ja, wat Wim al aangaf, SLA gesloten met de hosting provider. En dat was zo streng dat wij er niet bij mochten en de klant zelf mocht er ook niet bij. Dus daar moesten we een list op bedenken. Servers mochten alleen offline en niet down. Alles moest live gebeuren. En, misschien dat ik even daar iets over vertel, ja? Over de manier van live veiligstellen. Kijk, als wij niet live hoeven veilig te stellen, dan zetten we de machine uit. Als die nog aanstond, we halen de schijf eruit, hangen aan een kastje en dat kopen hier. Dat gaat lekker vlot. Op het moment dat je het live moet doen, dan wat wij dan eigenlijk installeren op die server is een kleine agent van F-Response. Ik weet niet of jullie die tool kennen. Wat F-Response doet, die zorgt er eigenlijk voor dat een remote schijf op de computer waarop jij die agent draait, lokaal op jouw forensisch werkstation beschikbaar krijgt. Dat kan je ook met het memory doen. En het is een hartstikke mooie tool. Het enige nadeeltje is dat je daarmee voor je performance direct afhankelijk bent van de beschikbare bandbreedte op het interne net. Dus als je een 100 MB netje hebt, dan ben je wel even wat langer bezig dan een 1 gigabyte netwerk. Echter, heb je 88 of 100 plus servers die je veilig moet stellen, en je rekent dan uit wat voor data over dat lijntje heen moet, dan ben je dus gewoon 3 maanden zoet, wil je dat 1 voor 1 veiligstellen. Je kunt wel 2 of 10 sessies opstarten, maar het moet allemaal over dat ene netwerk. En ze hadden gewoon niet meer dan 1 gigabit liggen. En nu? Ja, en toen, kijk, wat je niet wil is uiteindelijk... Ja, vraag. Ja, vraag. Ja, doe je. Ja, kun je daar kort mee? Ja, dat F-Response, dat is zeg maar een inmiddels internationaal geaccepteerde tool. Die een paar 100 kb footprint achterlaat, alleen in memory. En ja, that's it. Het is, in dat forensische denken is het van, als het niet op de optimale manier kan, hè, zoals zo'n schijf gewoon helemaal niet aantasten, dan probeer je zeg maar naar beneden te werken, naar dan de next best. En dit was de worst case. En als je het maar documenteert. Ja, ja, je moet natuurlijk wel kunnen zeggen dat het een footprint is van dit en dat hij dat doet. Maar dat is in de forensische wereld, alle handelingen die je op een computer doet als hij aanstaat, terwijl je bezig bent met het veiligstellen van data. Je moet als onderzoeker kunnen uitleggen wat je gedaan hebt en waarom. Kun je dat niet, dan ben je eigenlijk niet gekwalificeerd om dat werk te doen. Als je geen idee hebt wat er gebeurt als je Windows aanstaat. We hebben nog wel eens klanten zo van, nou, we hebben een wachtwoord gekregen van de administrator en we kijken even of dat werkt.
maar niet, want we hebben het wachtwoord niet nodig. Maar dat gebeurt vaker dan dan ons lief is, zeg maar. Uiteindelijk hebben we een soort van worst case scenario geaccepteerd, waarin we probeerden tegemoet te komen aan de hoeveelheid data die in korte tijd over de lijn heen moest. We hebben een harde schijf gemaakt met daarop FTK Imager. Dat is eigenlijk een vrij simpele tool om op een schijf te kopiëren. Die moesten we aan volk van, volk moet ik niet zeggen, aan die hoogopgeleide security mensen van die provider meegeven. Ja, sorry hoor. En die mocht dan naar die machine toe lopen en die heeft daar die USB-schijf eraan gehangen. En vervolgens ook alweer niet forensisch begrepen, die mocht testen van zijn machine toe, die bagger ook weer over van allerlei data heen. Mochten wij dan remote FTK Imager opstarten en de data naar die schijf toe. Voordeel was wel dat je dus parallel gewoon 10 of 20 sessies kon draaien en dat we 10 of 20 machines tegelijkertijd konden worden veiliggesteld. Wat ik net al even aangaf. documenteren, dat is het belangrijkste. Ja, handig zijn knop. Maar even staan even. Wat je op een gegeven moment niet meer. Kijk, normaal gesproken hebben wij te maken met een schijf of 10, een schijf of 20, één schijf, een enkel schijf. Dus je hebt dat proces redelijk onder controle. Maar bij zoveel schijven. 10 minuten nog maar. Ja, kletsen wel. Moet je als het ware ter plekke een soort van administratie inrichten om te zorgen dat je de controle niet kwijtraakt. Wat wij nog wel eens gezien hebben, bijvoorbeeld bij een bewijsbeslag, is dat iemand leuk bezig is, maar aan het eind van de dag niet weet welk serienummer van welke schijf nou ook weer bij welke data hoort. Nou, dat kan, en zeker bij zo'n grote klant in zoveel onderzoek natuurlijk al helemaal niet. Dus je hebt daar ook mee te dealen. Dus ter plekke een administratie inrichten van oké, waar komt het uit, welke serienummers staan erop, hoeveel data, et cetera, et cetera. Goed. Onderzoeksvragen. Dan gaan we even de diepte in. En vanwege de tijd zal ik het even wat versneld doornemen. Ja, de onderzoeksvragen die waren in eerste instantie ook al door de business en door de ICT geformuleerd. Die hebben wij wat verder aangescherpt. Met name richting de techniek en wat minder richting de business. Dit zijn de vragen die eruit gekomen zijn. Waar wij op dit moment even op gaan inzoomen. Dat is, hebben de aanvallers software geïnstalleerd? Zo ja, welke? En wat is daar de functie van? Nou, daar hebben we wel een plan van aanpak opgeschreven. Kort door de bocht gaat het erom dat we de aanvallen in kaart gebracht hebben. De 4 aanvallen die Wim al eerder heeft aangegeven. Per aanval gaan we een tijdbalkonderzoek verrichten. Inmiddels super timeliner. Een volledig overzicht van alle interacties die er op de service hebben plaatsgevonden. En vervolgens het malwareonderzoek. Dat voegen we dan van die 4 aanvallen samen. En dat correleren we aan elkaar. En daar krijgen we resultaten uit. Ik wil natuurlijk wel even iets zeggen. Ja, die supertimeline, dat noemt u maar eventjes. Maar het gave van die supertimeline is dat we normaal gesproken zie je dat er veel gekeken wordt naar de tijdbalk zoals die in het filesysteem terug te vinden is. Wat de supertimeline doet, dat is een dingetje van het SANS, waarbij een aantal aanpassingen en verbeteringen op hebben doorgevoerd. Dat we uit de event logs en uit de registry en eigenlijk elke plek waar een tijdgebonden bestandskenmerk zit, die kunnen we op die manier in één overzicht zetten. Waardoor je dus niet alleen de activiteit op het filesysteem in één overzicht bij elkaar hebt als je naar de tijdsperiode kijkt. Maar ook daarbij alles wat er in de registry gebeurd is, wat er in de event logs of op andere plekken staat. Dat geeft echt voor als onderzoeker geeft het een fantastisch beeld, omdat je ook gewoon dingen terugziet die programma's wegschrijven in de registry, die key kunnen zijn voor de uitkomsten van een onderzoek. Mocht even. Maar goed. Goed. Wat ik kort mag doen nog, denk ik in een paar minuten, is een klein stukje vertellen over hoe wij dan malware-analyse doen. Die WH2.exe en die PTH.dl waren de leukste van. We hebben een statisch gedeelte en een dynamisch gedeelte. Onze ideeën daarover zijn dat je in het statisch gedeelte moet je eigenlijk een beeld krijgen over wat de malware zou moeten doen. En in het dynamische gedeelte moet je eigenlijk dat geverifieerd zien te krijgen. Dat is eigenlijk het idee.
Voor dat dynamische gedeelte maken we dan gebruik van dat IR-lab wat we hebben met allerlei platformen, allerlei monitoring tools, process monitoring, TCP, View en noem ze allemaal maar op. Voor dit stukje, dit kun je eigenlijk ook mooi offline en bij de klant doen, hebben we heel basis drie stappen die we zetten. Kunnen we wat te weten komen over over die tool? Wat zijn nou de specifieke kenmerken en welke afhankelijkheden naar andere DLL's of andere tools heeft dat ding nog meer? Tools die we daarbij gebruiken zijn eigenlijk ook allemaal redelijk standaard en volgens mij allemaal open source. Ik zie daar geen betaalde versie ergens van bij. Ik denk het net, maar ja. Goed, wat bleek is dat het ding al wat ouder was. In maart gemaakt. Dit is interessant. Hij is gepakt voor degene die wel iets met malwareonderzoek. Ja, vraag. Dus nu ID Pro, een reverse engineer. Wat zeg je? IDA Pro. IDA Pro? Ja. Ja, dat is vooral als je hem zeg maar wil reverse engineeren. Echt, dat je echt wil kijken in de code wat hij doet. Dat hebben wij in dit stuk niet gedaan. Okay. Die is wel betaald, volgens mij. Er is een gratis model. Ja, er is een gratis, maar. Ja. Wat we in dat identificatiestuk ook doen, is gewoon zoveel mogelijk van die virusscan sites benaderen en kijken wat eruit komt. Nou, de bottom line was eigenlijk, die WH2.exe, dat is een gevaarlijk ding. Het kan een Trojan zijn, het kan dit zijn, het kan dat zijn, het kan dus zijn. Wisten we nog niet zoveel. Want altijd, daarom hangen we ook tegen verschillende sites aan. Wat je hier ook ziet, is dat die WH2 in slechts 12 van de 43 gevallen herkend werd. Als een virus, ja. Als een virus. Vervolgens met stringanalyse kwamen we een heel stuk verder met PAID, gebruiken wij daarvoor. Je ziet bijvoorbeeld hier can't enumerate, nou dat is heel interessant. Get creds, dat zegt ook op de een of andere over wat dat ding gaat doen. Elsass.exe, error not Elsass.exe. Dat ding lijkt iets te doen met Elsass.exe. En nog interessanter was, error in inject. In de andere zagen we een verwijzing naar de pth.dll. Ook hier weer de get creds. En, deze ook heel interessant, en die, ik weet niet of dat leesbaar is, cdebug.text. Ja. Zou zomaar een file kunnen zijn waar credentials naartoe geschreven worden. Ja, dat is eigenlijk een slide die we wel snel kunnen skippen gezien de tijd op. Wat hier eigenlijk alleen maar staat is van, het is een gepackte executable waar we verder zomaar niet iets uit kunnen afleiden. Zomaar reverse engineeren met IDA Pro had eerst geunpacked moeten worden. Verschillende tools gebruiken wij om te kijken van, oké, hoe, hier is het export en import, welke functies worden er extern beschikbaar gesteld op deze tool. Get credits en add credentials zijn essentiële tools in het verkrijgen van credentials uit de Elsass.exe. Next. En wat in WH2.exe heel mooi was, dat is, geef mij eigenlijk even alle, dat is die onderste, enumerate logon sessions. Laat mij alle ingelogde gebruikers zien. En met get credits is het idee om natuurlijk alle credentials van te krijgen. Dat gaf een beeld. Nou, dat werd eigenlijk bevestigd door dependency walker. Die zowel de DLL's als de functies die daarin stonden liet zien. Next. Conclusies waren eigenlijk van, nou, de gevonden functies die we hier hebben, die zorgen ervoor dat je gegevens van ingelogde bereikers kunt verzamelen en vervolgens dat in een bestandje wegschrijft. Om de volgende met de site. En dit was uiteindelijk waar we richting de klant op zijn uitgekomen. WH2.exe die in je kopjes van of het hele pth.dll in Elsass.exe krijgt daar de credentials uit, schrijf ze weg op cdebug.text. En als je cdebug.text downloadt, dan kun je dat natuurlijk met Lovecraft of whatever, kun je dat op je gemakje gaan kraken.
Dat is even het stukje malware-analyse. Ook gezien de tijd komt dit wel goed, denk ik. Doe jij de... Ja, we stappen weer terug uit de diepte en gaan weer even naar het... We gaan weer terug naar een hoger niveau en verlaten de techniek. Conclusies op de hele Shenandoah-case voor de uren die wij beschikbaar gesteld hebben gekregen, is dat de logging zeer matig was. En daardoor was het incident-response-proces moeizaam. SQL injection kwetsbaarheden oorzaak van de aanval. Dat is iets wat we niet besproken hebben, maar wel een van de conclusies natuurlijk. We zagen dat de webapps connectie maakten met adminrechten op de onderliggende databases. Dat is ook iets wat je liever niet wil natuurlijk. En systemen in de productie die lieten verder geen vreemd verkeer zien. Dat kwam onder andere uit de TAPS naar voren. Maar potentieel zijn ze nog steeds onbetrouwbaar. Ja, uiteindelijk hebben we ook niet de ruimte gekregen, financieel en in tijd, om alles te onderzoeken. Dus ja, ze zijn gewoon weer in productie. En misschien zijn ze nog net zo onveilig als toen. Ja, als ze de wachtwoorden niet aangepast hebben van de systemen, want die waren ook behoorlijk zwak. We hebben de keylogger gevonden en de credential stealers. Er is toegang geweest tot de klantendatabases. Dat was dat C-debug verhaal. En queries waren uitgevoerd. Dat was onder andere al uit de IDS-logs naar voren gekomen. Het totaalbeeld op dat moment was een totaal onveilige site. En nogmaals, ja, we hebben geen ruimte gekregen om dat verder te onderzoeken. En dit is dan ook de grote vraag. Geen tijd, geen geld. Wat is er niet gevonden? Lek, lek, lek. Nog steeds. Tot op de dag van vandaag. Nou, op basis van ons onderzoek zouden we de volgende aanbeveling kunnen doen. En dan komen we eigenlijk weer terecht op het bekende rijtje. Bovenaan staat natuurlijk secure programming. Ja, misschien om dat even kort toe te lichten in de tijd die ik niet meer heb. Op basisniveau, netwerktechnisch en systeemtechnisch, die dingen waren allemaal goed gepatcht. En het was niet een van de ingewikkelde 0D of zoiets dergelijks. Dit is een bedrijf dat verschrikkelijk veel software ontwikkelt zelf in een absoluut niet secure way. Helemaal niet. Ze programmeren maar wat en dat staat dus allemaal live. Die zijn met de eerste beste SQL injection tooltje wat je downloadt, zijn ze makkelijk te hacken. Tik maar in huppelpub.com en je bent binnen. Probleem is dus ook voor hun dat dit niet morgen op te lossen is. Ze moeten verschrikkelijk veel tijd en geld investeren om al die sites te herbouwen om weer veilig in productie te kunnen. Dat zijn ze ook. Ja. Nou ja, tot slot punt authenticatie. Vermijd die adminrechten waar we het eerder over hadden. En dwing sterk wachtwoord gebruik af. Need to know, breng privileges en services terug naar het niveau wat minimaal nodig is. Denk aan de gelaagde security, defense in depth. Niet alleen bij de voordeur, maar tot aan de applicatie layer. Ja, misschien daar nog even over. Als je hier met adminrechten in de SQL database terechtkomt, je komt daar gewoon overal naar het hele bedrijf toe. Dat was niet gesegmenteerd het netwerk en iedere gek als het ware die helemaal binnen was, kon overal naartoe. Ja, en met name in die overlegstructuren merk je dat security awareness ook zeker aandacht mag hebben binnen de organisatie. En de firewall policies. Denk bijvoorbeeld aan whitelist, maar ook aan verbeterde logging en dergelijke. Dank voor uw aandacht. Zijn er wellicht nog vragen? Er zitten hier, je zei al twee vragen. Drie vragen. Je ziet drie vingers, ja? Je zei op een gegeven moment van, ik geef een USB-harddisk af. Ja. Op het moment dat je een server koud geeft, of je geheugen al kwijt. Je? Je running geheugen. Die lege KDL. Volgens mij niet. Wat er in ieder geval gebeurt is dat het is waarschijnlijk een schijf die daar nog niet eerder in is geweest. Dus er wordt een drivertje opgezocht en de registry wordt aangepast, maar het werkgeheugen blijft volgens mij wel voor de rest intact.
Het is volgens mij niet zo dat als je een schijf erin stopt, dat dan bijvoorbeeld een backdoor proces wat daar eventueel draait ineens gekild zou worden. Die veranderen. Ja, je verandert het systeem hoe dan ook. Ja. Maar wij hadden alleen het idee dat op dat moment dat zeg maar, de minst slechte keuze was. Er zat ook geen CD-ROM op dat apparaat, dus ja, je moest niet. Ja. Netjes shutdown. Zeker bij servers. Het risico, want we zijn al één keer in de positie geweest dat een bedrijf zei, hij stapt niet meer op en nu gaan we jullie zoeken. Het risico dat de business loopt dat het ding niet opkomt, is financieel gezien veel groter dan zeg maar, het forensische voordeel om hem nu in één keer uit te trekken. Dus daar zijn we eigenlijk een beetje van afgestapt. Wij doen gewoon een mooie shutdown en dan schrijven we eruit. Ja, je moet altijd een afweging maken van wat hetgene is wat je op dat moment aan de hand hebt. Wordt die machine op dat moment gedelete of zo? Dat er een proces draait met alles kilt, dan trek je natuurlijk gelijk de stekker eruit. Maar op het moment dat je denkt van hey, deze kan verbindingen hebben, kan interessante IP-adresinformatie en dergelijke, zet je hem juist niet uit. Ander voorbeeld van niet uitzetten is encryptie. Op het moment dat hij op dat moment draait, is waarschijnlijk de schijf ook nog leesbaar. Gaat hij uit, is de encryptie dat. Dus ik zie in de praktijk eigenlijk bij ons de laatste jaren al niet meer dat proof of leuk gedaan wordt. En nogmaals, alles wordt gedocumenteerd, hè, dus... Ja, maar dat helpt niet. Nee, maar als je het onderzoek draait, de timestamps staan erbij. Dus... Oh ja, zo, dat is zoiets. Nog een vraag? Daar? Ja, terug maar. Zijn jullie nog achtergekomen wat het doel van de hack was? Het doel van de hack was die klantinformatie verzamelen. Wat ik in het begin zei van we hebben statements gezien die klantdata proberen te kopiëren. Dat ging dan volgens mij in een drietrapsraket. Eerst vonden ze de belangrijkste klantendatabase. Vervolgens hebben ze daar de velden geënumerate. Ik weet niet wat daar een Nederlands woord voor is. En ze hebben een select e-mail, comma, password, comma, phone number of nog wat van die dingen into gedaan. Nadeel daarvan was dat de IDS-log daarop afbrak. Dus we konden niet zien into wat en wat daar verder van gekomen is. Maar dat was waarschijnlijk het doel. Credentials krijgen. Ik zag daar rechtsboven nog een vraag. Ja, linksboven. Wat ik begrijp was, is de server nog steeds vulnerable voor SQL-injection? Hoe gaat het in een normaal proces als het lek gevonden wordt? Wordt het dan gelijk gepatcht of in ieder geval voor het onderzoek? Het wisselt. Hoe snel is de actie daarmee van? Sorry? Hoe snel is de actie daarmee van? Ja, dat is eigenlijk klantafhankelijk. De een die strikt zich erop en die wil er serieus iets aan doen, die wil niet kwetsbaar zijn. En deze club heeft zoiets van, ja, het interesseert ons eigenlijk niet zoveel of onze klantdata op straat ligt. Dat zeg ik heel hard. Maar dat vonden wij op dat moment wel... je komt om 3:30 on-site en om 6:00 is er al productie. Dat betekent dat de ICT om 2:00 middags al begonnen was met de boel weer klaarmaken. Dus wat nou onderzoek? We gaan gewoon live. Ander probleem bij deze klant, in ieder geval gezien de omvang, hè, 3500 sites is heel veel code. Je hebt dat ook niet zomaar opgelost. Wat ik zou doen in een normaal geval, dat zie je dan ook wel, dat direct geprobeerd wordt dat probleem voor de belangrijkste sites zo snel mogelijk op te lossen. Wat ik ook meegemaakt heb, is dat sites die wat minder van belang zijn, dan gewoon wat langer offline blijven tot het probleem opgelost is. Maar dat verschilt gewoon per klant. En kijk, als je denkt dat je 10 miljoen, want dat is ook maar een gevoel, hè, ze denken dat ze 10 miljoen per dag verliezen. En je wordt daarop afgerekend als manager, dan ja. Want, en dat was wel een belangrijk punt in deze zaak. Er was helemaal niks gebeurd. Als je snapt wat ik bedoel. Er waren nog geen klantdata op internet. Er was niks in de publiciteit over gezegd. Dan is het wel oké. Dan is het helemaal niet oké. Maar dan denkt de business van, nou ja. Ja, de laatste hebben die ruimte ingehad. Ja, en de hacker die als eerste dat ontdekt heeft, die had in mei of zo, dus zeg maar een maand of 5, 6 daarvoor, had hij het netjes gepost op internet.
Ik weet niet wel, was het Darknet of zo? Was dat het op? Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, met name en toename met de URL en welk tool die je gebruikt had. Dus ja, het was een kwestie van tijd eigenlijk. Maar ook daar zie je de awareness niet. Hè. Ze volgen dus die sites niet. Ze zoeken het dagelijks op internet naar hun eigen merknaam. Om te kijken of die op bepaalde fora volgt. Ik moet echt gaan afsluiten. Ik heb nog een vraag, ik kan niet afsluiten. Is er nog actie ondernomen gevonden IP-adressen waarvan de afval is uitgevoerd? Nee, helemaal niks. Geen vervolging of dat soort dingen, nee. Oké. Hey, Nico, dankjewel. Applaus voor...